mesten richting het onderdak. En die staan nu te hoogte van... Het wordt vastgelegd. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. We gaan vandaag wat bijzonders doen dan gebruikelijk eigenlijk. Want niet bijzonder is dat we op de motor gaan. En dat we heel veel liefhebbers heel erg leuk. Maar ja, het is wel een bijzondere tijd eigenlijk. Want wat gaan we doen vanavond, Dennis? Nou, sowieso ben ik opko. En we gaan natuurlijk meldingen rijden die voorbij komen. Mm-hmm. Alleen, we gaan nu zaken... bekijken of tegenkomen wat nu strafbaar is, wat ja, tot een week geleden wel nog eigenlijk. Ja, want jullie hebben uiteraard ga ik inmiddels wel vanuit allemaal wel het nieuws gevolgd. Er is natuurlijk een enorme crisis in het land aan de gang. En afgelopen week zijn er daardoor door de overheid een aantal nieuwe richtlijnen en regels opgesteld. En afgelopen week was er nog wat onduidelijkheid over. Nou, daar is heel veel nog op aangestuurd en aangescherpt. En de stukken, zeg maar zoals wij dat heden, juridische stukken zijn af. Dus vanaf vandaag, het is namelijk nu maandag, kan er ook echt daadwerkelijk gehandhaafd worden. Dus dat doet vooral de gemeente. Maar ook wij als politie gaan daarbij ondersteunen. En ook hier, je ziet het, we proberen nu al de 1,5 meter afstand te bewaren. En daar wil ik gelijk even op inhaken, want ik zie op mijn vorige video best wel veel reacties van kijkers. Die zeiden, joh, Willem, jullie houden geen 1,5 meter afstand als politieagenten. Nee, dat klopt. Alleen als je echt alles wilt weten, dan zou ik even de officiële stukken inlezen. Daar staat alles in tot in de details. Maar er staat bijvoorbeeld ook beschreven dat bepaalde beroepsgroepen, waar het niet anders kan, dat die niet aan die 1,5 meter hoeft te voldoen. Wel zoveel mogelijk zoals we dat hier doen. Dat is niet noodzakelijk. Maar je kan me voorstellen, zeker in de zorg of andere beroepsgroepen, dat je soms wel die 1,5 meter niet kan waarborgen. En voor ons houdt het in. Soms moeten we een aanhouding doen. We proberen wel te kijken of we sommige aanhoudingen kunnen uitstellen, op een later tijdstip. Of dat we dat op een andere manier doen. Maar soms moeten we een aanhouding doen. En daar hebben we wel voor zorg, maatregelen voor, beschermingsmiddelen. Ja, soms gaat het allemaal zo snel, dus we lopen daar als politie en ook andere beroepsgroepen lopen er echt wel extra risico in. En nogmaals, het is niet dat we dan boven die wetgeving staan, helemaal niet. Alleen we hebben daar een uitzonderingsregel om te zorgen dat ook het maatschappelijk belang, dat soms mensen aangehouden moeten worden, ook blijft doorgaan. Maar dat is net zo belangrijk. Nou goed, dat was een van de vragen die ik veel in de video's terug zag komen. Wat gaan we nu doen? We gaan nu naar de briefing. Ja. We gaan de motors klaarmaken. En dan hebben we een vraag, de briefing... Doen we dat dan ook nu anders? Of doen we het in dezelfde ruimte? Mensen hebben natuurlijk andere films, andere video's van jou gezien. Niet alleen hier op ons team in Utrecht, maar andere teams ook. Normaal brieven in één grote briefingsruimte. Alleen dat doen we niet meer. Ja. We willen niet met allemaal collega's in één ruimte zitten. Dus de kans op besmetting daar aanwezig is, nee. We brieven op een aparte ruimte, ook van de andere diensten, zeg maar. En daar praten we iedereen gewoon even bij. Iedereen moet zelf de briefings, de sheets even doorkijken. Praat bijzonderheden even bij en vervolgens gaan we de dienst beginnen. Dus niet in één ruimte, maar eigenlijk verspreid van elkaar praten we iedereen even bij. Okay. Ook handig om te noemen is, wij zijn nu de late dienst, de vroege dienst, de collega's, heb ik niet gezien. Nee. Want die diensten houden ook heel erg gescheiden om daarin de kans op besmetting gewoon te verkleinen. Ja, want je zei het net al een beetje, het is op beeld ook gezien, je hebt hier rechts een gedeelte van het gebouw en tegenover me. Hier rechts zit nu, voor jullie zit volgens mij links, als ik dat in spiegel wil zien. Daar zit eigenlijk het wijkteam, daar zit ons basisteam, waar wij vanuit werken normaal gesproken. Uh-huh. Alleen daar zit nu de vroege dienst te werken. Daarachter, die ruimte, dat is een andere ruimte waar andere mensen normaal werken, alleen die zijn nu thuis in het werk. Die gebruiken wij nu om de dienst op te starten. Ja. En pas als de vroege dienst uit deze ruimte weg is, gaan wij pas naar binnen. Ja, dat maakt de kans op besmetting een stuk kleiner. Nou ja, zo zie je ook dat binnen de politie echt wel wordt nagedacht om het risico te minimaliseren. Vandaag gaan we dus naar buiten ook om te kijken of de handhavingsregels, om het zo even te noemen, worden nageleefd. Dus we gaan en noodhulpmeldingen regelen, want dat gaat door. Maar we gaan ook kijken of groepen zich aan de regels houden. Maar we gaan nu eerst naar de brief. We hebben de briefing zojuist gehad en zoals Dennis net al zei, dat is wat anders dan gebruikelijk. Nu leest elke collega eigenlijk via de computer of via het scherm de briefing in. Dus de belangrijke dingen die belangrijk zijn voor de dienst door te komen. En wat er dan gebeurt is dat de overdracht van de vroeg naar de laat alleen via de opco is. Dus de collega's van de vroeg naar de laat zien elkaar eigenlijk niet. Of alleen van een afstand, zullen we zeggen. En wat mooi om te zien is als de sleutels van de voertuig worden overgedragen. Dan meldt de collega in dit geval melden ook van joh, de auto's zijn wel schoongemaakt. In ieder geval met een desinfecterend middel. Zodat de late dienst weer in een zo goed mogelijk schone auto zijn werk kan doen. Indeling is gemaakt. De collega's van de laat zijn ook nu gelijk naar buiten. En we gaan ook op pad. Oh ja, nog één dingetje die ik... ik zal een doosje pakken. In de landen hoor je natuurlijk wel wat meldingen. Waarschijnlijk heb je dat voorbij zien komen over verdachten die aan het hoesten zijn en misschien zelfs nog spugen naar collega's of omstanders en die daarbij dan roepen dat ze corona hebben.
Nou, we zijn tegenwoordig, en die hebben we al wat langer, alleen die worden eigenlijk bijna nooit gebruikt. Alleen nu is natuurlijk, omdat de omstandigheden wat ernstiger zijn of anders zijn, hebben we een zogenaamde spuug. Ik moet even kijken wat de officiële benaming is. Anti-spuugmasker. Dat is een soort masker waarbij dan bij je ogen zit dan gaas en daaronder zit een soort doek. Dus als een verdachte echt gaat spugen of hoesten, dan kunnen we dat gebruiken eventueel ter bescherming. Dus zo wordt er wel nagedacht over allerlei middelen die we tot ons beschikbaar hebben om het werk. En nogmaals, zo veilig mogelijk te kunnen doen. Dat gezegd hebben, die liggen overal in de auto's. En Jan-Willem. Sorry? Sorry? Is Jan-Willem? Nee, joh. Smoke geweest? Nee. Nee? Je weet dat de bekeuring opstaan, 400 euro. Wat voor vraag waarom je dat mag doen dan? Systeem, zeg maar. Dat kan ik ook nog begrijpen. Ja. Dan moet je er wel op letten. Hoor. Ja. Ja. Inderdaad. Ja. Hey, heren en mevrouw, dames. Dank je. Jullie zijn allemaal ouder dan 12 te zien? Ja, denk ik wel toch? Wat wij doen, wij checken in het systeem of jullie eerder aangesproken zijn. Het lijkt dat het de allereerste keer is, dan is dit de waarschuwing, zeg maar. Wij leggen dat vast. Word je van de week nog een keer betrapt, dan volg gewoon een vette bekeuring. Ja, OC, de plaats en het woning. Heeft u misschien een nummer niet melden? Ik wil het niet wachten. Is dat jullie muziek? Oh. Ja, nu, we kregen wat belletjes over dat er harde muziek in de straat door was. En dan gaat het weer hard en zacht naar hard en zacht. Okay. En er zijn wat mensen die werken nu de hele dag thuis, die werden er een beetje geïrriteerd door. Ja, dat is geen probleem. Dus, we houden er rekening. Ja, als je er rekening mee houdt, dan... Het zou misschien door de wind komen, maar hard, zacht, hard, zacht. Ja, nee, alles kan. Dus, het is goed dat het aangeeft, dan houden wij er ook. Ja, toch? Mee. Met z'n allen moeten doen. Wat zegt u? Jazeker? Ja. Dank u wel, leuk om te horen. Succes, heren. We zijn inmiddels weer eigenlijk twee meldingjes verder. De eerste melding, of tenminste was geen melding, want natuurlijk een groep van 5 personen aangetroffen in het giftpark hier in Utrecht. En op de skatebaan ook wel wat mensen. Ze zijn vaak alleen en niet in groepen, zeker de skatebaan. Of misschien dat ze elkaar wel een beetje kennen of vaag. Maar ja, door het skaten heb je op zich de afstand, maar later komen ze bij elkaar. Dus we hebben wat mensen op aangesproken. Maar ook hebben we wat mensen daar aangesproken die echt in een hokje met z'n 5 zaten. In dit geval hier is ook voor gekozen om alle gegevens van deze heren en dames te noteren. En als we ze later deze week of straks weer terugzien, dan volgt gewoon een echte prent. Dus jullie hebben we aangesproken. Daarna zijn we doorgegaan gelijk naar de volgende melding in de binnenstad. Er was geluidsoverlast. En ook in deze tijd was die in die zin bijzonder, om het zo maar even te noemen. Geluidsoverlast op zichzelf niet, want dat gebeurt wel vaker. Alleen in dit geval was het een mevrouw die belde en zei, ja, ik moet nu de hele dag thuis werken. En ik hoor al 3 dagen lang veel muziek en dat ging tot daar aan toe. Ze zegt alleen nu is het zo hard en ze zegt ja, ik moet toch de hele week thuis werken. Ik word er een beetje hondsdol van. Maar ze kon niet helemaal goed bepalen waar het vandaan kwam, dus ze hebben even een zoektocht gemaakt. Maar ja, dat is natuurlijk wel een dingetje wat nu misschien opspeelt en dat heb ik volgens mij wel eens eerder ook verteld. Op straat is het dan wel rustig, dus bepaalde delicten die zien we nu minder. Zeker openbare orde, geweld en dat soort dingen, dat wordt dan minder. Maar je ziet omdat mensen veel thuis zijn, dat we wat meer huiselijk geweld hebben. Hè? Mensen zitten op elkaars lip en ook geluidsoverlast is een dingetje dat dan wat vaker naar voren gaat komen. Waarschijnlijk, zoals je dat nu ziet, is wel een mooi voorbeeld. Dus dat, een melding gehad. En dan gaan we nu, Dennis is inmiddels al aantallen belletjes aan het regelen als opco. En dat is ook wel een mooi voorbeeld, maar ik ga het even aan Dennis vragen. Ja, als opco weer gewoon drukken, iedereen moet je hebben. Ja. Ja goed, wat van de opco verwacht dat zij alle dingen in gang zetten en dingen regelen. En ik werd net gebeld door collega's van een ander basisteam.
Want met de horecadienst van komend weekend. Want ja, alles is gesloten natuurlijk. Moet er nog geleverd worden. Nou, omdat nu ik 's nachts geen horeca is, is het wel inbraakgevoeliger. Blijf wel de capaciteit gewoon leveren, zodat we daar gewoon op kunnen anticiperen. En dat er gewoon meer toezicht is op leegstaande horeca natuurlijk. Dat blijft een risico. Dat hebben we nu allemaal aan het regelen met bellen en dergelijke? Nou ja, gewoon dat de capaciteit die geleverd is, die gepland stond, dat die ook gewoon gaat komen. Dus dat heb ik net even kort gesloten. Dag mevrouw. Ja. Kunt u even stoppen alstublieft? Ja. Doet u voorzichtig. Oké. Jimmy, pak jij zo het rondje? Kom, we gaan die kant. Zien we aan het einde elkaar. Goedemiddag. Hallo. Nu is het netjes, maar zo zie je, het gaat heel snel, gaat het toch niet goed? We zijn inmiddels weer eventjes aan het bureau. Het is nu bijna 6 uur. We zijn een beetje halverwege de dienst, zullen we maar zeggen. We hebben veel plekken meegenomen in de stad. Nou, je hebt veel kunnen zien, veel parken, veel plekken waar mensen dan samenkomen. En natuurlijk even door de binnenstad. Ja, het contrast was natuurlijk zichtbaar aanwezig, hè? Van winkels die dicht zijn, lege straten. Hierna zien we wat mensen lopen. En bijna iedereen loopt wel met z'n tweetjes. Af en toe zie je wel mensen met z'n drietjes. En veel gezinnen zie je toch wel op straat. Maar op zich niks, als ik het zo mag noemen, schokkend, zullen we maar zeggen. En wat je wel heel erg ziet, zodra je bij een supermarkt komt, dat natuurlijk heel veel mensen die dan samenlopen of alleen lopen. Ja, dat komt dan allemaal een beetje samen. En dan lijkt het af en toe wel alsof het hele... Ja, er staan wel mensen bij elkaar en op zich wel wat afstanden ertussen. Maar goed, dat kun je als politie ook verder niks. Je kan moeilijk met een meetlint tussen gaan liggen. Ik hoop dat iedereen gewoon gezond blijft nadenken en blijft realiseren voor die afstanden om dat te houden. Natuurlijk hierna wel wat mensen aangesproken, ook wat sporters, je ziet het. Ze hebben alle goede intenties om goed die afstand te houden en dan, ja, bepaalde oefeningen komt er toch weer bij elkaar en dan spreken ze aan en zeggen ze, ja nee, stom, we weten het wel, maar ja, gaat bijna een soort automatisme. Is ook heel te begrijpen, ik bedoel, is het jarenlang is dat de gewoonte van een mens natuurlijk. Dus ja, we spreken heel veel mensen erop aan, of heel veel, dat klinkt alsof ze heel veel gezien hebben, maar we hebben natuurlijk wel een paar gezien. Maar het valt echt, als ik het over door de hele stad mee, valt het echt reuze mee. En, ja, op zich is het wel een net beeld, zeg maar, voor bij de omstandigheden. Houdt zich iedereen netjes aan de regels, dat is denk ik beter. Ja hoor. Kijk. Boven? Ja, dit is het hele stadkamer. Ik zie alleen aan de hoek al iets staan, maar ik kan het niet goed zien van die kant.
dan krijg je maar gewoon een groep jeugd wat hier vervelend te zijn in de Katrijnen Explanade. Zoals Dennis al redelijk beknopt zei, we hadden namelijk een melding dat de beveiliging in een groep jeugd van een mannetje van 8, dat ik even zo uit mijn hoofd hoorde, bij elkaar zat binnen in Hoge Trein en was door de beveiliging aangesproken. En die wilde niet weg, grote mond naar de beveiliging toe. Toen hebben ze ons gebeld, we hebben nu een rondje gemaakt, helaas niet aangetroffen. Dus gaan we weer te volgen. Nee, hier mag niet. Tenzij je allemaal familie bent, maar ik geloof dat niet helemaal, of wel? Ik weet allemaal broer en zus. Ja, ja, ja. Heren. Heren. Waar gaan jullie heen? Waar gaan jullie heen? Waar gaan jullie heen? Het is nog een louter woord hier. Good luck. Even een vraag die ik van veel kijkers zag. Wat nu het verschil is tussen politie en handhaving, of die verschillend mogen optreden of daar verschillen zitten. Dus laat het vragen aan onze twee, ik noem het even panelleden achter, die zich helemaal voorbereid hebben nu. Nou, in dit geval rondom die nieuwe maatregelen is er geen verschil. Dus Marilène van de handhaving of ik van de politie, we kunnen allebei hier dus hetzelfde in, allebei dezelfde bevoegdheden. Dus als mensen niet luisteren, onze aanwijzingen niet opvolgen, kunnen ze daar door ons bijvoorbeeld bekeurd worden. En ik denk dat het voor de meeste wel voorkomen wil dat ze die bekeuring krijgen, want het zijn dure bekeuringen natuurlijk. Ja, er zit helemaal geen verschil tussen? Nee, we mogen allebei hetzelfde. Nee. Maar jullie kunnen wel nog, geloof ik, voor meer bestuursrecht winkels sluiten, eventueel als ze niet een richtlijn houden, hè? Ja, overleg uiteraard dat met de burgemeester, denk ik. Daarin kunnen wij wel meer. Wij hebben zeg maar ook een bestuurlijke bevoegdheid. En die kunnen wij inderdaad voor horeca en winkels kunnen we die daarvoor toepassen. Dus dat is dan wel weer een heel groot verschil. Maar qua maatregel voor op straat, hè, de maatregelen die zijn gesteld, kunnen wij allebei precies hetzelfde. Ik was ook weer met van alles bezig. Even kijken, in het station is ook op flip geweest. Twee mannen. Nou, die zouden kennelijk meer op zo'n expressie in het gezicht hoesten. Nou, daar wordt natuurlijk op gereageerd. Ze gaan om twee gasten. Ze zijn weggerend richting het Bollendak. En die staan nu te hoogte van Manneke Pist. Bijzondere melding is zojuist hadden we een melding dat een omstander zag hoe twee heren op andere mensen bewust aan het hoesten waren of kuchen in een andere richting. Dus heeft gelijk de politie gebeld, camera toezicht keek ook mee. Het duurde even voordat ze die mensen in beeld hadden. Wij gingen even zoeken, hadden drie jongens staande waarvan we dachten, nou ja, dit zou dus wel eens kunnen zijn. Uiteindelijk zei camera toezicht, nee, ik heb ze, ze zijn ergens anders onder de tunnel. Dus die controle losgelaten en zijn gelijk naar die heren gereden. Nou, je kan het zien met aardig wat collega's konden ze snel klem zetten. Ze konden geen kant op. Gegevens gecontroleerd. Ja, ze zeggen dat ze niks gedaan hebben. Alleen camera toezicht kan aanwijzen. Dit zijn de gasten die daar hebben gelopen. En we hebben getuigen en we hebben medewerkers van NS die het gezien hebben. Dus we hebben de heren in dit geval, en dat is wel lastig. Je hebt geen aangever, dus geen slachtoffer zeg maar in die zin. Dus we kunnen niet iets strafrechtelijks oppakken. In de zin van een mishandeling of dergelijke. Als je het al over mishandeling kan praten. Is wel een beetje... Het is allemaal heel recentelijke stof. Dus ik weet niet hoe juridisch in elkaar zit. Maar volgens mij zijn er al voorbeelden dat je dus een poging mishandeling doet. Als je bewust met corona op iemand zou hoesten. Maar goed, dat weet je dus allemaal niet. Heel juridisch verhaal over. Dus nu hebben we er ook voor gekozen. Ook omdat we eigenlijk niks anders konden om voor de wet personenvervoer. De wet personenvervoer geldt bijvoorbeeld weer op stations, in bussen, in treinen. Om overlastzaken, een soort APV dan, maar van het stationsgebied. In dit geval het station. Een bekeuring geven voor het overlast voor het stationsgebied. En nou ja, dan zijn ze weer aan het volgen gegaan. Wij zijn nu aan het bureau. We gaan van dingen administratief verwerken. En voor de rest, wat ik zei, het is rustig, heeft geregend. Dus we wachten het een beetje af. Hallo, zou jullie ook echt groep uit elkaar willen gaan? Ja, Willem, ik ken jou. Kijk, dat is mooi man. Ja, Willem, kom op man. Er is iets aan de hand. Ja, maar je mag niet met z'n drieën lopen. Op deze afstand. Dan gaan we gelijk weg. Ja, kijk, top. We gaan gelijk weg. Ja, dat is mooi. Dat willen we graag.
staat met vier man bij elkaar, dat mag niet. Nee, mag niet. We staan met vier man bij elkaar, dat mag niet. Ik wil graag jullie legitimatiewijs even zien. Dankjewel. Is je ook bij je? Kijk, heel paspoort bij je. Jeetje, Mina. Het wordt vastgelegd en als je de tweede keer wordt gecontroleerd, dan zitten bekeuringen vast en die lopen op tot 400 euro. En mannen, jullie gaan engste mogen dat je naar binnen mogen zijn, eens doorlopen naar het station. Verder hier niet meer hangen. Het is vertrekken, ja? Jullie konden het op beeld te zien. We zijn de motoren hebben we al schoongemaakt. Dus dat zegt eigenlijk dat we einde van de dienst zijn. Maar ik kom zo nog even bij jou, Dennis, want ik wil je even wat laten zien. Kijk, ik plak de shots wel even tegen elkaar. Maar je ziet, de GoPro staat achter een folie. En ik raak het nu al met mijn handen aan. Dat is niet heel slim. Dus dat ga ik straks even ontsmetten. Maar even voor jullie beeldvorming. Ook als je aangifte op bureau kan doen. Dit is de intake van Utrecht Centrum in dit geval. En daar hangt nu een stuk folie tussen. Plastic, ja. Ja, je kan denken van het is misschien onpersoonlijk, maar ja, ook dit zijn zichtbare maatregelen bij jullie bureau, hè, Dennis? Om ook ons te beschermen natuurlijk, hè? Want ja, er komen mensen binnen en andersom ook, de mensen die binnenkomen ook beschermen tegen de collega's die. Gelijk even een vraag, dit is dan de balie noem ik het even, misschien heeft een andere naam, het ligt een beetje op bureau. Ja. Maar als je echt aangifte doet in een hokje, hebben we dan ook een soort platen tussen ofzo? Of? Ja, er zitten ook platen tussen, alleen deze tijd proberen we heel veel aangiftes ook telefonisch te doen. Maar is er persoonlijke aandacht nodig? Dat doen we natuurlijk wel op het bureau. Maar heel veel aangiften zullen we nu ook gewoon telefonisch doen. Wat vond je van de dienst? Qua melding heel erg rustig. Vanmiddag in de zon scheen waren heel veel mensen buiten. En wat me opviel en waar ik echt heel blij mee ben, is dat heel veel mensen op straat zich houden aan de regels. Ze houden anderhalf meter afstand, ze lopen niet meer dan met twee man op straat. Enkele jongetjes klinkt maar, enkele jeugdigen daar gelaten. Ik wil ook echt een compliment aan iedereen geven. Hoe lastig het ook is, want het zijn best wel heftige tijden. Dat mensen zich aan die maatregelen houden, dat vond ik echt goed om te zien. Ik heb eigenlijk niets meer toe te voegen. Complimenten inderdaad wat we zien. Tuurlijk komen altijd wat excessen. Maar de mensen, het gaat ondanks de omstandigheden houden mensen zich er echt aan. Het is geen makkelijke tijd. En ik merk dat iedereen gewoon zijn beste beentje voor wil zetten. Dus alle lof daarvoor. En dan willen wij als afsluiter natuurlijk op anderhalve meter afstand dit. Het is misschien wat onpersoonlijk, maar wat willen eigenlijk bedanken voor het kijken weer. Leuk dat jullie er waren. Laat even een duimpje als je het niet gedaan hebt. Abonneer. Ben je nog wat toe te voegen, Dennis? Nee joh. Gewoon kijken. Geef veel likes, veel duimpjes en veel kijken. Ik moet wel eerlijk zeggen, Dennis. Ja. Elke keer als jij die helm op hebt, laat ik eerst naar mezelf kijken. Ja. Mijn haar! Ja, ontploft wel een beetje. Maar ja, maakt niet uit. Ik zit lekker op die motor. Wat dat betreft, hoor je mij niet klaar. Tot de volgende video, later. Wat heb je daar, Dennis? Dat is een klein verrassingje voor ons afgegeven. Oh, wat een luxe. Waarom krijgen we dat? Ja, Nick kennen we natuurlijk. Die heeft ook geparticipeerd in het stukje de Game 3. Dat is ook een belangrijke taak. Dus weer wat lekkere chocolaatjes. Maar die zetten we even op de tafel neer voor alle collega's. Super bedankt. In ieder geval wordt gewaardeerd. Bedankt voor de politiestaat. Dus we gaan hem delen met alle collega's hier.